to another edition of Thunderdome! Het was goed dat het stopte. Totdat ik daar weggedoken zag, hadden ze die draaitafels en die stem die zegt van this is the last Thunderdome ever. Dat was een heel heftig moment, zeg maar. Toen kwam het keihard bij me binnen dat ik dacht van wacht even, dit is echt de laatste Thunderdome. De hele wereld stortte in. Ik dacht, what the fuck? Thunderdome is voor mij het begin geweest. The final exam was just one of the greatest party I've ever been to, so. It's a feeling from the heart. Thunderdome staat gewoon aan de basis van wereldwijde dance. 20 jaar lang zijn we er geweest. En toen hebben we gewoon gezegd van ja, oké, we stoppen ermee. Het is ontzettend uitverkocht. Waarom stoppen jullie dan? Ja, 20 jaar bezig zijn met hardcore en met de muziekindustrie hier in Nederland hebben we toch om de keus gemaakt om op een hoogtepunt te stoppen. De mensen die tatoeages hebben, de mensen die de cd's ooit hebben gekocht, de mensen worden ouder, krijgen een gezinnetje. Het gevoel zal eeuwig door blijven leven in de harten van de mensen. Thunderdome kwam en ging er overheen. Een eigen bubbel die ontplofte in het gezicht van de wereld. Na 20 jaar besloot ID&T met Thunderdome te kappen. Maar niemand wist dat Wizard de sterkste stem kreeg. Mijn naam is Sietse en dit is het verhaal van Thunderdome. Dat jullie 5 jaar naar het laatste feest in de rij nog steeds gaan. 5 jaar lang heb ik lopen lobbyen bij SFX, bij mijn collega's van ID&T. En ik dacht, fuck it. Thunderdome moet terugkomen. Thunderdome is voor jullie. Dus daarom, we celebrate life. Make some fucking noise. Ja, ze hebben allemaal heel veel geld verdiend, maar ja, ik was er nooit mee bezig. Toen het in de nieuws stond, 100 miljoen voor ID&T betaald en iedereen is rijk. En ja, dan ga je toch even nadenken. Dan denk ik toch even, kut. Waarom ben ik daar niet op ingesprongen of er dieper op ingegaan? Maar ja, ik had het nooit. Ik was er niet mee bezig. Ik was bezig met feesten. Dit was de club die ik samen met mijn vader deed. Met Rotterdam, ja, Terrorcorps, vriend van mij, Chucky. Ik deed de feesten en mijn vader die zorgde voor alles. Gewoon. Die was eindverantwoordelijke. Dus, hij had ook dat hij niet goed kon leren. Ik heb dat ook gehad.
Ik heb gewoon op een lomschool gezeten. Moest ik van school af naar een speciale school. En nu zit ik hier. Eigenlijk nooit veel geleerd. Ik ben metaalbewerker, fotolasser. En nu las ik de beste hardcorefeest in elkaar met een goed team. Dus... ja, toch een inspirator, een mentor. En het was toch wel iemand die ook altijd bereid was om te investeren, om het weer mooier te maken en vetter. En zodoende ben ik dan ook hier bij IDT terechtgekomen. Let's go back in time. Way back into time. Ik weet nog wel dat ik echt soms dagen gewoon soms een hele zondagochtend tot een uur of 1, 2, alleen maar muziek aan het luisteren was. Gewoon heerlijk op mijn bed, gewoon muziek luisteren, alleen maar muziek luisteren. Een jointje en een biertje en een Ajax. Ja, dat was wel ook een beetje wie we, dat deels van ons leven was dat. 16 jaar was ik toen, 17. Een jaar of 4 bij de F-site rondgangen. En toen op een avond terug van mijn werk, in de bus terug naar Lansmeer, Duncan daar in die bus achterin. En die had ik, nou, ik denk 2 of 3 jaar niet meer gezien. En toen kwam er iemand met van, ja, achter het centraal, busjes, houseparties, illegaal. Wat? Weet je, daar, helemaal de bom, daar gaan we naartoe. Nou, vanaf toen is het eigenlijk allemaal begonnen. Something for your mind, your body and your soul. Eind jaren 80 kwam house muziek naar Nederland. En er ontstonden al snel illegale feesten. It's the power to arouse curiosity. Oudere vrienden hadden me meegenomen naar zo'n feest. Het beruchte Multigroove. The purpose, the goal which one acts on. Ik ging helemaal los. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Dus je kwam aanlopen, je hoorde die ramen trillen. Het was echt een film wel achteraf. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Onverwachte locaties, onverwachte muziek, onverwachte publiek. Ja, hoe meer anderen zeiden van dat ze het niks vonden of stom vonden, hoe meer wij juist hadden iets van, jij snapt het echt niet en daar heb je het over en wij vinden dit fantastisch. Wij tegen de rest. Ik leerde hard te werken en verdiende mijn eigen geld. Je wil dan je verzetje hebben. Met je vrienden, puur ontladen. Vrijheid. Het enige wat ik dacht, toen ik die gasten zag rondlopen en zag draaien en een paar gasten bier en tillen en busjes. Het enige wat ik toen dacht was, nou, dit wil ik ook. Ik dacht alleen maar, dit wil ik ook. In contact met Theo, die kon plaatjes draaien, die had platen. En, nou, dat was dan al heel vet, want dat was de enige in het dorp eigenlijk die dat kon. En die had al een keertje een feestje gegeven. Ja, hoe gaan we nog een keer doen? En er was geen oud en nieuw feest eigenlijk. En toen hadden we iets van, laten we het zelf doen. Invitation for Timeless, the total blast-off. Het was een oud en nieuw feest. En dat was een heel groot succes. En eigenlijk hadden we stiekem, zonder dat we door hadden, eigenlijk ons bedrijf al een beetje gevormd. Op een hobbyachtige, we doen een oud en nieuw feestje manier. Iedereen in het dorp kwam daar naartoe. We hebben niks verdiend, maar al het geld hebben we zelf opgedronken, geloof ik, die avond. Maar dat was ook niet de bedoeling natuurlijk. En we hebben gewoon een feest gegeven wat geweldig was. En we vonden het heel leuk om te doen, het te organiseren. En de volgende stap was eigenlijk dat we naar een sporthal wilden, of iets groter. Wij werden in één keer hardcore. Ja, er was ooit house. Toen was er in één keer house. Dat werd in één keer onderverdeeld. Ja, dat werd in één keer onderverdeeld in club, trance en hardcore. In mijn herinnering, weet je. Als we hardcore genoemd worden, dan zijn we toch hardcore. Dan gaan we hardcore.
Een van de eerste DJ's die met dit geluid bekend werd, was Dano. Omdat hij op tv was geweest, kreeg hij meteen een soort godenstatus. Hij werd het gezicht van deze underground sound. Maar op een gegeven moment krijg je wel dat Fendi toch even net even de hardere mix opzetten van het plaatje dan Dimitri. En qua produceren vond ik het ook gewoon heel prettig van, ja, hoe hard kan die kick eigenlijk? Op een gegeven moment had ik een ingenieur die al mijn dingen deed, Jean-Marie. Ik pleurde mijn mengtafel in het rood, dus hij heel in paniek van, kan je niet maken, het moet altijd netjes in het groen blijven, Daan. Maar over een paar maanden is dit bijna niet meer te mixen. Dan is het alweer lang. Hij is toch niet meer op te dansen? Jawel, graag hoor. Zo dansen ze op hun hielen gaan ze staan zo. Net flamingo's. Alleen ik begrijp zelf ook niet dat je dat echt gewoon de hele nacht kan hebben. Maar misschien is dat ook wel een beetje de coke en de speed. De drugs, dat ben ik eigenlijk ook wel zeker. Dit hardere geluid drong langzaam de kleine clubs binnen. Maar iedereen wist dat het echt niet lang zou gaan duren voordat dit groot zou worden. Die scene die was natuurlijk allemaal aan het groeien. Hè? Ik bedoel, nadat we het Oud en Nieuw feest hebben gedaan, ja, dat voelde natuurlijk, dat smaakte naar meer. We kregen eigenlijk al snel een deksel op ons neus dat het gewoon onmogelijk was om in een kleinere sporthal een evenement te doen. Dus we hadden de jaarbeurs gebeld en de RAI. En tot onze grote verbazing zeiden alle sporthallen dus nee. Maar de jaarbeurs en de RAI zeiden, nou, wat een paar plan. Soms moet je ook gewoon een beetje geluk hebben. Ik bedoel, dit is gewoon natuurlijk gewoon mazzel hebben. Toen we konden kiezen tussen de RAI en de jaarbeurs, hebben we voor de jaarbeurs gekozen. Omdat op de een of andere gekke manier is die hele house scene een beetje overgeslagen naar voetbalpubliek. Dat was wel een ding waarover we meteen nadachten. Want we dachten, ja, als we het in Amsterdam doen, en er komen Rotterdammers en Hagenezen, dan hebben we gezeik. Of ze komen helemaal niet en dan hebben we commercieel een uitdaging. Utrecht is een beetje neutraal. Dat is gewoon eigenlijk een soort van Zwitserland van Nederland. Plus, het was nog een groot voordeel, het sloot aan op het nachtnet van de NS. Toen dachten we van, nou weet je, we doen de jaarbeurs. Created the heaven and the earth. Eer van Duncan wilde ook zo'n feestje geven. Maar hij wilde groter. En toen kwam hij met, nou, ik heb een idee, we gaan in de jaarbeurs gaan we een feestje doen. Ja. En dat heet The Final Exam. Dan verkopen we het als een soort van examenfeest voor studenten, weet ik voor wat allemaal. We hadden een database, had ik gejat van alle middelbare scholen uit Nederland om het grote eindfeest van Nederland te organiseren. Duizend! Die brief zit vol met spelfouten. Dus wij kregen die brieven terug met krassen er doorheen van docenten. Denken jullie dat we onze kinderen toevertrouwen? Een stelletje debielen die jij normaal een Nederlandse brief kunnen schrijven. En verantwoordelijkheid. Als we klaar waren met kantoor, sprongen we de auto in. Met emmers lijm. En dan gingen we gewoon plakken. Feestjes aflopen, overal iedereen die flyer in zijn hand drukken. En dan hadden we gewoon de hele stad gecoverd. Hebben we het gehad? Nou, dan waren we klaar. De dag daarna, volgende stad. Je moest lullen als Brugman, want inderdaad, dat was geen internet. Je moest deze flyer hebben. De promotie van de Final Exam bereikte ook de provincies. Al mijn vrienden in het noorden hadden het er ineens over. Dus ja, wij zorgden er wel voor dat iedereen het wist. Dat was al de bedoeling. Iedereen wil bij dat merk horen en daar geloof ik ook in. Ja, want er is helemaal niemand in de markt die al gestapt die hetzelfde kan bieden wat ik nu ga bieden. We hebben net Tomorrowland gedaan en we doen nu Mysteryland en dan straks 28 oktober dan gaan we gewoon keihard knallen. En we gaan zorgen dat het allerbeste gewoon in die jaarbeurs is. Hardcore never die, jongen. Wat Dunk eigenlijk al meteen deed was schreeuwen, roepen. En dan stonden we weer op schoolplein. Hey man, je moet naar de Final Exam gaan. En dan met die gast of chick praten. En één kaartje geven.
Maar de context is de toekomst van hardcore. Het is echt heel cruciaal dat we juist die context van de toekomst pakken en dat we daar in het verleden plaatsen in plaats van andersom. Het is 25 years of hardcore, dan kan je niet 5 years of hardcore gaan bespreken. Nee, dat begrijp ik, maar dan is Dano denk ik een figuur, die moet je daar niet bij zetten. Dus alsjeblieft, zet er ook jonge, nieuwe talenten bij, die nog niemand kent. En dat je daar ook mee laat zien ook dat het hele platform Thunderdome, dat dat ook veel meer is dan de mannen waar het ooit mee begonnen is eigenlijk. Show in de main. We gaan om 12:30 een openingsshow doen, van een minuut of 3. Dit is tof. Dit gaat heel tof worden. Wat een heel tof is. Kijk, we krijgen aanvragen uit Moskou voor een Thunderdome. We krijgen aanvragen uit Italië, Spanje, Japan. Hebben mensen interesse. Maar ja, moet je het allemaal pakken? Dunk is niet meer de eigenaar en die is ook niet meer de eigenaar. Het is gewoon allemaal overgenomen door die mensen in Amerika. Ja, en die willen gewoon resultaat. En wij willen gewoon goede dingen organiseren. Ja, daar draait het in principe op het einde om. Dit was de winkel bij Merry-Go-Wild, de takeover van Thunderdome. Ja, dit was na 2012 het eerste moment. En iedereen zei, ja, nee, dat merk is dood, dat moet je laten liggen. We hebben het afgesloten. En ja, het werd gewoon helemaal omarmd door die scene weer. In het begin waren de feestjes rond de 3000 man. In onze beleving al heel groot. Maar de omvang van de jaarbeurs was totaal nieuw. Huurcontract was getekend, alles erop en eraan was klaar. En toen en dan zie je het nummer van wie het is. Oh, van de jaarbeurs. Nou, dat is volgens mij geen goed nieuws. Moesten we een hele aparte WA-verzekering afsluiten van 5 miljoen per gebeurtenis en een eigen risico van 100.000 euro of een gulden. Ja, weet je, we waren geen BV, twee gasten van 2021. Eigenlijk stond daar, jongens, leuk, en jullie hebben de huur betaald enzovoort, maar we willen eigenlijk dat het feest niet doorgaat. Dat stond er eigenlijk. Ze hebben ons echt proberen in een hoek te zetten met een opdracht die we nooit konden vervullen, dachten ze. Daar komt naar de eerste paal. Achter is dat Dick Schoenaker helemaal vrij. En het is waar. Dick Schoenaker, oud voetballer van Ajax, die kende Duncan dan, want ja, het is een couriersbedrijf verzekerd. Dus ja, wij Dick bellen. Hey, we moeten een nieuwe verzekering. Dat gaat nooit lukken hoor. Dat kan, ja, niet lukken. Het moet! We waren natuurlijk al een spoen al aan artiesten uitgegeven en drukwerk en huurcontracten met lampen en boksen en weet ik het wat. Dus wij, 2 dagen daarna, weer de jaarbeurs gebeld. Nou, we hebben de polis. Kunnen we nou aan de gang? Jullie hebben de polis? Nee, dat kan niet. Ja, jawel, we hebben de polis. Fax aan, ga maar staan. Hup, daar het ding erin. Faxen en klaar. We dachten, nou, hopelijk 6.000, 7.000 mensen. En het kwam dubbelen gewoon. Het was zo lekker zo, man. Jammer. We hadden security, dat kwam gewoon van het kamp uit Utrecht. Die hadden eigenlijk min of meer de deur afgedwongen bij ons. Voor een tientje mocht je gewoon doorlopen bij de uitgang. Maar we hadden ook weer daar onze eigen sportschooljongens. Die hadden we een beetje om ons heen om een beetje dat in de gaten te houden, dat ze niet de kassa zouden wegrippen. We waren nog niet een half uur open, of alle drank was al op. We werden voor een kapitaal aan licht hangen. Maar dat heeft nooit iemand gezien, want het is maar 3 uur donker geweest, weet je. Maar dat eerste feest was dus zo hectisch. Ja, en als je dan in die wereld stapt, met artiesten en hun ego, een raai, een jaarbeurs met stropdassen en allemaal regels. Ja, dat was één grote leerschool voor ons. We zijn echt letterlijk zaterdagochtend, volgens mij om 8 uur, die hal ingereden. En 's ochtends om 7 uur was het afgelopen en toen hebben we alles weer ook opgeruimd. Dus dan hebben we 5 bezems gepakt en toen zijn we die hele jaarbeurs aan gaan vegen. Om 8 uur, terwijl je eigenlijk al 24 uur bezig bent. We wilden geld besparen, want het was gewoon best wel duur, vonden we. 5.000 of 6.000 gulden. Dat is ook het moment geweest dat Theo weg is gegaan. Hij zat er ook doorheen, maar we zaten er allemaal doorheen. We waren met z'n 5 of 6.
de gasten die wel een beetje hadden gedronken gedurende de nacht, ja, die pleuren natuurlijk allemaal om op zondagmiddag. Dus hij zei om 8 uur 's ochtends ook ga weg. Toen zeiden we, ja, als je weg gaat, dan moet je ook maar, ja, is goed zijn. Dus hij is daarna ook maar weer teruggekomen. Erik Keijer was degene die de wizard als eerste tekende na een piece uit een boek. Het originele The Wizard is van Motu, het staat op een Parijse muur. En ja, het is eigenlijk zoals het in die tijd ging, heel veel is gewoon sampling, net in de muziek eigenlijk. Ja, daar had ik een klik mee met die tovenaar eigenlijk. Waar wij dachten gewoon, dat staat op een muur in Parijs en het was volgens mij, die foto was ook al 10 jaar oud geloof ik. We dachten dat was een houten schutting, dat bestaat niet eens meer, nooit over rechten of iets nagedacht. We hadden ook nooit verwacht dat het logo zo groot zou worden wereldwijd. We vonden het cool dat als mensen ergens stonden te dansen, dat ze er ook ergens tegenaan kijken en dat ze in een bepaalde wereld zijn die we proberen te creëren. Waarschijnlijk zou je het nooit bedenken als, ja, in de grafische wereld is dat natuurlijk een heel vreemde icoon om te hebben. Ik bedoel, KLM heeft een kroontje, Nike heeft een swoosh, maar de AD&T heeft de wizard. Maar dat maakt het ook heel typisch voor die tijd. Het was een tijd waarin eigenlijk alles kon en mocht. Dus toen de Final Exam een succes bleek, pakte Irvin en Duncan zonder omkijken gewoon door. En toen kwamen er een paar jongens uit Leeuwarden. Die hadden de vergunning eventueel voor TIAF. Toen hadden we alleen Final Exam. We hadden nog nooit een ID&T, Irvin, Duncan, Theo. Nou, Theo hadden we, die was er al niet meer, dus die naam sloeg ook eigenlijk nergens meer op. En toen letterlijk hebben we gewoon het woordenboek gepakt. Ja, grote ruimte, hal, dit en dat, harde muziek. Nou, toen zijn we echt zo van op Thunderdome gekomen. Dome betekent grote hal met een structuur. Ja, Thunder, harde muziek. Ja, Thunderdome, dat gaat het worden. Ja, we realiseerden ons ook wel dat we die zaal moesten vullen. Het was natuurlijk een mega zaal. Er passen denk ik wel 30.000 mensen in die zaal. En we zijn daar gaan wonen zelfs. Irvin en ik hebben daar gewoond bij een oud vrouwtje en een meneer thuis. Elke dag gaan we wonen. Hetzelfde in die missie van, daar gingen we nog een stapje verder. Dus zijn we zeggen, elk dorp afgegaan in heel Friesland, Groningen, Drenthe. Hebben we echt elk dorp gezien. Thunderdome is op zichzelf heel uniek. Het heeft een heel aparte sfeer. Gewoon, het is anders van de rest, zeggen ze. En ja, we zien elkaar niet echt als pa en zoon daar zo, maar gewoon een beetje als beste vrienden die daar helemaal los staan te gaan. Dus. Als je gewoon op stap gaat, dan wordt er wat gedronken. Je staat een beetje te dansen, maar daar, iedereen gaat gewoon los. Dus plezier, iedereen met elkaar, maakt niet uit wie. Maakt ook niet uit hoe je bent, het is allemaal goed. Mijn geschiedenis met Thunderdome, dat begon eigenlijk in 92 al, bij de eerste. En we kwamen binnen en daar bleek Thunderdome 1 te zijn. En binnen 5 minuten was ik verrast. Ik ben meteen thuis gekomen, ik ben naar boven gelopen. Ik heb mijn broer wakker gemaakt en gezegd van oké, jij gaat de volgende keer mee, want ik heb iets ontdekt. Ja, we zijn eigenlijk met een hele grote groep altijd blijven gaan. Zolang als het bestaat, ja, hoop ik het te blijven kunnen doen, altijd. En nu gaan we met, neem ik mijn zoons mee. Er was niks zonder Thunderdome. We'll be right back.
de Thunderdome had ik het gevoel dat ik oud ging. Ik begon te weven. Zo noemde je dat. Het TL-stadion was vlakbij mijn stad Leeuwarden. Ik geloofde echt dat deze jongens een droom hadden. Het publiek en ik, wij hoorden erbij. Er stond een inktvis, die stond met zijn armen te zwaaien, het kermisapparaat. Ja. Ik dacht, fuck, dit is toch een houseparty, come on. Ja. Maar ja, het blijft wel een succes geworden. Het was wel de allereerste keer dat we echt met z'n allen moesten draaien. Ja, gewoon als groot event. Vind je dat het door de organisatie goed geregeld is? Nou, over het algemeen hebben we weinig problemen. Zeker in deze locaties waar je heel veel ruimte hebt. En we hebben, zoals je ziet, heftrucks, hoogwerkers, een heleboel jongens lopen er rond om te helpen sjouwen. We hebben eigenlijk weinig problemen. De eerste Thunderdome, daar was een geluidsleverancier. Een van die gasten die daar werkte was een Rody geweest van Metallica. En die zat dat zo eens allemaal aan te kijken. Hij zegt, wat zijn we allemaal aan het doen? Hij zegt, ik kom uit de rockindustrie en daar geef je een evenement. Want dan doe je een concert, kost zwaar geld. Maar dan verdien je poen met het verkopen van cd's. En t-shirtjes die ze verkopen. Oh, ja joh, die artiest heb je niet gebonden aan je. Nee, het zijn gewoon, ja, Dani bel ik af en toe en dit en dat. Ja joh, laten we ze in de studio doen en laten we een cd gaan maken. Ja, dat is eigenlijk best een goed idee. Nou, laten we het gaan doen. Dus zo is de eerste Thunderdome album, was dat echt, van Dano, Gizmo, Busters en de Prophet. Dan hebben we gewoon een album gemaakt, 12 nummers erop, hoest ontworpen. En die wilden we gaan verkopen. Voor achteraf gezien, een katapult waarmee we afgeschoten werden. Misschien wel waar we terechtkomen, maar niet. Ja, hij is weten en gewoon de hele nacht. Bam. Want daarna waren we ook ineens sterren. Dus we werden ook gewoon behandeld als sterren, ja. Gedragen als sterren. Ja, vooral dat. En eigen merchandise, ja, eigen stickers, eigen label, eigen... Op een gegeven moment ging het zo hard dat we het zelf niet eens wisten. Ja. We gingen van Leeuwen naar Den Haag naar Heerenveen en Groningen in één jaar tijd. Wij zochten gewoon alles, alle mogelijke manieren om op te vallen. Want we gingen natuurlijk steeds meer feesten geven. Dus we moesten steeds meer kaarten verkopen. Dus steeds meer marketing doen. Ja, dan is dat de machine eigenlijk. We gingen al het geld halen bij voorverkoopadressen. 50.000 gulden. Nooit iemand beroofd, gelukkig. Dat is iets gewoon, als je jong bent, dan wil je dat gewoon. Jarenlang is dat nog zo gegaan. Echt, ik denk wel 10 jaar. Is al dat geld cash altijd maar opgehaald of zo. Maar Thunderdome werd op een gegeven moment zo populair in die hele house-industrie, dat zelfs Smerissen die ons in Den Haag hadden betrapt, na 5 minuten, wat is dat eigenlijk? Nou, Thunderdome staat al. Oh ja, echt waar? Kaartje geruild en dan moet je ons wel laten gaan. Ja, doei! Wat verwacht je ervan? Kijk eens. Dat het wijze heftig wordt. Nou, we hebben er gelast van, ik vind het prima. Op onze kant laten wij dus zien van dat we toch alles aan proberen om het redelijk te krijgen. Wij draaiden wat wij wilden. Ja, want het publiek wist nog niks. Ja. Dus alles wat wij draaiden, moesten ze gewoon accepteren, die 20.000 man. Het sprak gewoon heel veel mensen aan. Heel veel mensen van 16 tot 20 die wat anders wilden. Die niet naar het gewone lokale clubje wilden. Ja, en die samenhorigheid was natuurlijk geweldig. Ja, dat heeft denk ik heel erg ervoor gezorgd dat het merk alleen maar meer een metafoor werd voor samen, kracht, wij met elkaar, mannen vooral. Weet je, gabbers. Ja, dit is de main stage. Daar draaien de grote DJ's van dit moment. En hier de Heroes of Hardcore. De Heroes of Hardcore zijn toch allemaal wel een beetje de mensen die rondom het millennium allemaal groot zijn geworden. En daar hebben we de Industrial Sound. Best een mooie hal, vind ik zelf. Ja, de Thunder Gods. Hier hebben we een zwarte aluhal van 50 meter. En daar draaien de terrorhelden en dan daar de muziekstroom die nu helemaal hot is, de uptempo, is 4. En een hele grote chill-out.
werken in deze tent 80 man. Dus we hebben 5 zeecontainers helemaal vol met kleding. Dit is wel een heel mooi ding. De Final Exam was het eerste feest hier in de jaarbeurs. Toen was de Wizard roze. En de 3 oktober daarna, dan had je de volgende feest van ID&T. En die heette toen ook echt dan Thunderdome. En de Wizard die was toen fluorescerend groen. Speciaal daarvoor heb ik nu dan een shirt laten maken met fluorescerend groen. En die is dan zo geworden. Dit is echt een onderdeel van mijn leven. Het was in 92, stond ik hier in deze hal. En dan nu, zoveel 25 jaar later, dan sta ik hier weer. Snap je? En dan denk ik ook van, fuck. Toen was er 15.000 man en nu zit er 40.000 man. Toen was het alleen deze hal. We will take you on a trip down memory lane. 25 years of hardcore history by Promo. Ja, ik zit nog te twijfelen met de stem of ik die echt nog moet, wat mee moet bewerken. Ah ja, kijk, zo in de studio is dat tof. Mm. Weet je, dan hoor je die effecten en een delay en dan kun je helemaal mooi maken. Maar in een zaal wordt het waarschijnlijk heel rommelig. Ja. Dat weet ik uit ervaring met vocals werken, maar... Even kijken. Ja. Oké, we hebben dus de opening om 12:30. Ja. Daarvoor hebben we geen intro's gehad van de DJ's. We openen hem door eigenlijk terug te gaan naar 2012, waar de boel dood is gegaan. We beginnen met het geluid van de flatline. Tergend lang. En dan komt hij tot leven. Piep. Ja, irritatie hier, grens opzoeken. Wil je hem stoppen en een paar frames of... Piep, hij begint op te lopen. Dan stopt hij met een explosie of iets. En dan zegt hij van Thunderdome is back of zoiets. Of Thunderdome. En dat je hem dan inzet met een... Met gewoon met je vuurwerk en alles erbovenop. Welcome to another edition of Thunderdome! In 1993 werden de cd's met de Dream Team legendarisch. Maar op dat succes probeerden ook anderen mee te liften. Het hardste wat je ooit zal horen. Thunderdome. Meer dan 70 minuten haken. Thunderdome. 18 tracks from hell. Het moet naar finaal. Nou, Arcade wilde onze naam hebben. Dat was gewoon een heel commercieel bedrijf die samen cd's maakte. En die hadden elke week een vergadering. Nou, wat gaan we doen? Nou, Club CD, dat. En die hoorden van, hé, dat harde feest, die moeten we doen. Dus die gingen Thunderdome uitbrengen. Mental Theo Nabuurs, die werkte bij Arcade. En die was daar A&R manager en die moest met een nieuw product komen. Maar tegelijkertijd dus was Busfus een houseparty CD, dat liep toen ook bij Arcade, aan het mixen bij Arcade 's avonds. En ik loop toevallig op het juiste moment het zoongebouw, weet je. Dus... En we zijn net in vergadering met z'n drieën. En toen hoorde ik, we zijn het erover eens. Het wordt de compilatie Thunderdome. En ik hoor het. Ik moest ineens niet meer pissen. Ik ren naar buiten. De telefoon zelf had ik van Peter T. nog. En ik had Irfan, nummer agenda. Irfan, leg die naam Thunderdome vast. Ja. Nu. Maar Fossi, dat kost 2500 gulden. Leg vast, ja. Leg het vast. Nou, dat kan niet. Ik zeg, leg het vast voor het weekend. Zeg, hoe dan? Ik weet het niet. Doe het. En ik zo, wat? Nee, dat ben je niet. Nou, meteen weer alle wheels in motions gezet. Onze merkenrechten beschermd. Advocaat erop gegooid. En toen konden we gelukkig bij elkaar zeggen, ja, leuk dat jullie het willen doen. Want het is onze naam. Toen kwam hij binnen. Gaat hij zitten zo. Zo'n kegel. Ja, nou, we hebben het erover gehad hier. Jullie kunnen een kwartje krijgen per cd. En dan moet je afstand doen van al je rechten. Want ja, jullie hebben wel die rechten van Thunderdome. Ja, dat is kut. Maar ja, wat kan je ermee? Wij zijn Arcade. Groot, we verkopen honderdduizenden van die cd's. Dan krijgen jullie een kwartje. Nou, ga maar naast. 25 ruggen per cd. Hier in Nederland alleen al. En dan hoef je niks voor te doen. Alleen wel die namen en de rechten even afstaan. Een kwartje per cd. Wij zaten echt zo van, nou, wat de
fuck? Dus ja, we stonden op, gaven mijn man een hand en zijn weggegaan. In de auto meteen de advocaat gebeld. Oké, okay, vol gas, want we gaan die gasten gewoon aanpakken, klaar. Daarom! Back from hell! Thunderdome 2! Here's Johnny! Thunderdome 3! De hardste voor de zachtste prijs! Arcade was met Thunderdome 3 bezig. En die zouden voor de kerst- en Sinterklaas verkopen Thunderdome 4 lanceren. Totdat we eigenlijk via een Duitse distributeur tegen zijn gekomen. Die had ervan gehoord. En die man die had gewoon tot in zijn botten een tyfus teringhekel aan Arcade. Toen ging hij een Thunderdome CD maken. In Duitsland werkt het anders. Daar heb je Einseitige Verfügung, heet dat. Dat als er twee merken of twee producten zijn die te veel op elkaar lijken, dan ga je daarmee. Eén van de partijen gaat naar de rechter. En de rechter zegt dan, oké, meteen stoppen. Jullie zoeken het eerst uit wie de recht heeft. En dan pas ga je verder. Dus Arcade mocht gewoon niet uitleveren aan de winkels. Nou, nog niet een uur nadat dat gebeurde, gaat mijn telefoon mee. En ik neem op. En ik hoor alleen maar... Ben je helemaal gek? Godverdomme, ze zijn helemaal gek. Nou, alleen maar vloeken tieren. En, maar echt, een man helemaal uit zijn bol. Dat was André de Raaf, directeur van Arcade toen destijds. Maar toen uiteindelijk hebben we een deal gemaakt dat we de helft van de CD mochten invullen. Dus ook de helft verdienen. Merchandise, feesten konden aanprijzen. Ja, en toen is Thunderdome echt op de CD-kant en op de feestenkant is het gaan exploderen. Bij dit feest moest je geweest zijn. Dit was niet alleen voor de jongeren van mijn leeftijd toen, maar ook voor de velen die zouden volgen. Thunderdome is a big part of my life. I always will love this brand and this sign. Thunderdome is something unique. I'm very excited and I think it will be an escalation. Het gaat gewoon door heel mijn lichaam gaan. Dit wordt gewoon de avonden van. Maximaal met z'n allen. Peter, hoor je mij? Klaar voor? Yes. Jongens, oké. En show nummer 8 loopt in 3, 2, 1. 25 years of hardcore history. By promo. Met de jaarbeurs. En tegelijkertijd ging mijn vader niet goed. Dus ik had de ene kant de roem dat iedereen me allemaal op een schild zette. Maar ja, de andere zijde, ja, dat ik gewoon verdriet. Van het afscheid nemen, ja, dat leek me gewoon echt het moeilijkste wat er is. Je was de uitgaansvader van de hardcore generatie van de jaren 90. Pa? Thanks voor alles. Dus we hebben samen uitgekozen First Rebirth van Jones en Stephenson. Ja.
Het was eigenlijk, ik had zijn hand bij, ik voel zijn hartslag zo. En zo glijdt hij weg zo. Ik hou van je. Maar ja. Ja, het is zo vaag. Maar ja, kijk, ja, het was zijn keus. En, anders was hij 8 weken later misschien doodgegaan met slang in zijn mond. En niet meer weten hoe en wat. En ja, dit is zijn keus. Zwoegen en zweten, dansen tot je er letterlijk bij neervalt. Dit weekend was de anders zo kale Maasvlakte bij Rotterdam decor voor de grootste houseparty aller tijden. Duizenden jongeren gingen 3 dagen lang uit hun dak op de genadeloze beat van de housemuziek, al dan niet met behulp van ecstasy. Ja, Brian Bout en Sander Groet kwamen naar ons toe omdat de eerste misdaad niet zo gelukkig was die daar zijn georganiseerd. Ik was op dat moment eigenlijk, ik zat nog op school. Ik moest nog eindexamen doen op de HEO. En ja, eigenlijk mijn leven bestond uit feesten. Dus er kwam eigenlijk wel geroepen dat ik met hun in contact kwam. En dat zij zoiets hadden, hey, zullen we het samen doen? Toen hebben we de Maasvlakte gedaan. En dat was, ja, dat was wel een zware dobber. Dat was de eerste keer dat we daar een evenement organiseerden wat totaal mislukte. We hebben daar zoveel dingen over het hoofd gezien of verlief genomen of op ingezet. Omdat we eigenlijk daar veel te vroeg met onze visie vooruit waren. Het was namelijk een 3-daags festival. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondag naar huis. Met camping. Maar het was op een zandvlakte. Daar was gewoon helemaal niks. Dus we moesten een camping, we moesten water aanleggen, douches. We hebben gewoon een heel dorp gebouwd van niks. Het kostte dus enorm veel geld. Ja, daar zijn we gierend failliet gegaan. Echt 800.000 gulden in de min. Ja, we hadden te weinig bezoekers. Te veel geld uitgegeven en ja. En toen ging het mis en ja, toen was wel even een eikpunt van shit, hoe gaan we daarmee om? En... Ik zat in die fase in zo'n drive van nee, ik wil het organiseren, ik wil iets tofs doen. Ik wil dat hele risico of dat hele geld was van ondergeschikt belang. Nou, dat heeft voor heel veel spanning en stress gezorgd in het bedrijf. En er kwamen ook krachten van buitenaf. En op een gegeven moment heeft dat tot zoveel frictie geleid dat Duncan en ik uit elkaar zijn gegaan. Ja, voor mij was toen
ook een groot moment wel om te zeggen, ja, van ik wil iets anders, jij ook. Toen zijn we uit elkaar gegaan. Ik ken Irfan al mijn hele leven. Ik ken hem al vanaf mijn zesde. Ik ging nog steeds naar die evenementen toe natuurlijk, want ik wilde het zien. Het waren mijn vrienden. Ondanks dat er een heftige breuk was in onze zakelijke leven, heb ik dat eigenlijk nooit echt heel erg persoonlijk genomen. Ik denk dat toen wel duidelijk werd dat Duncan niet meer verder wilde met Irfan. En ik eigenlijk ook niet meer met Brian. Nee, want dat was toch een andere, ja, die stonden er toch anders in. Toen is Sander bij, Sander is eigenlijk mijn partner geworden op dat moment. Ik was gewoon onderdeel op dat moment van ID&T. Ik had geen salaris, ik werkte daar gewoon elke dag. En ik had zoiets, ja, ik blijf hier wel zitten tot mijn deel is afgelost. Ja, ik wilde feesten geven en mensen bij elkaar brengen. En op het liefst op plekken waar het nog nooit was gebeurd. Dat was vooral de kick. En die cd's zijn door blijven gaan. 50.000 in Nederland stonden nummer 1 in de lijst. Ja, wij hebben denk ik wel 4,5 miljoen cd's verkocht. Die cd-markt was natuurlijk ook uiteindelijk onze redding. Want we hebben een deel van ons geld konden we ophoesten doordat er cd-inkomsten waren. Ja, en toen konden wij tegen leveranciers zeggen, even geduld, geef ons even respijt. We gaan het betalen. En dat is gebeurd. Drop it. Vanaf hier ging het hard. Snoeihard. Thunderdome was overal zichtbaar. Het geld bleef binnenstromen. Merchandise. Verzamelboxen. Drankjes, schoonagenten. In één keer zag heel Nederland Thunderdome. Die cd-boekjes, dat liep helemaal uit de hand. 28 pagina's met t-shirts en petjes. En dat ging als een speer. Dan zaten er 10 meisjes alleen maar die telefoon op te nemen de dag nadat die nieuwe cd uit was. Precies, jongen. Je verdient iets van 20.000, 30.000 gulden per track. It's absolutely fucking great! Stond ik bij de pinautomaat. Ik zeg, zie jij nou ook wat ik zie, of niet? Is het een foutje? 250.000 gulden stond er op mijn rekening in één keer. It's absolutely fucking great! Ik ga een auto kopen. Maar toen vonden we dat normaal met z'n allen. Afrekeningen van 20, 30 tot en met 100.000 gulden per half jaar, per kwartaal. Het was waanzinnig. Met het vertrek van Irfan dook Thunderdome de kleine clubs in. Thunderdome on tour. Dit was mijn moment als MC. The Mouth of Madness. Oké, dan beste kijkers van Hakken, welkom bij het ID&T Report. We waren best bekeken tv-programma. Maandenlang. Gaat het even binnen. Mensen vonden het mooi, zichzelf terugzien. En, Samen met mijn maat Drox kwamen we in alle uithoeken van Europa. Oftewel MC Drox. In de jaren 90 was het gewoon veel meer een cowboy tijd en iedereen deed maar wat. Het was allemaal niet zo heel, op dat punt niet zo serieus. We hadden gewoon lol. Gabbe groeide uit van illegale raves tot jeugdcultuur. Dit was mijn familie en ik was er trots op. This one. Yeah, this beautiful. One. Beautiful sleeve. It's one of the most wanted sleeves there is. I think we bought it for like 50 euros. Yeah, I see. Maybe 50, 60 euros. Nowadays, a few weeks ago, one was sold for 650 euros. For this shirt. It is the biggest hardcore project, it's the longest, it's the first. It's the first, it's everything. Historical, it's everything. It all started here. Het concept van Thunderdome is gewoon moeilijk te omschrijven. Een zombie is geen Thunderdome. Het is stoer, het is een nightmare, het is, maar het is nooit bloed en terror. De eerste Thunderdome cd's zijn eigenlijk net als de flyers in die tijd, gewoon eigenlijk geript. Het zijn gewoon plaatjes van fancy artists uit de jaren 70. Toen de ID&T kwam te liggen, toen dachten ze van oké. Hoe gaan we verder? Misschien kan Victor het doen. Ik vond zelf Chucky toen geweldig. De clown vond ik geweldig.
Mijn vader bedacht die namen erboven. Een mummie is wel prima. De slang, uitstekend. Het is gewoon heel duidelijk de kop, prima de ogen in het midden. Heel primair, heel iconisch beeld. Maar het zijn allemaal beelden die passen bij het, in de range. En dat is ook wel meteen het probleem van hoe ga je verder. Dat houdt een keer op. Maar ik moet eerlijk zeggen, in die tijd had ik dat allemaal niet zo door. Door de week was je het droge mannetje die op het kantoor zat. En het weekend was het feesttijd. Maar ik maakte toch foto's en eigenlijk niemand maakte foto's, want niemand nam mijn camera mee en niemand fotografeerde eigenlijk. Nou, in eerste instantie vroegen ze foto's van feesten die al geweest waren. Toen zeiden ze, de volgende stap was van, nou, wil je voor ons naar feesten toe gaan? Ja, ik vond het grandioos, ik vond het fantastisch. Vette mooie platen van die feesten. Waar was ideaal voor een magazine? De geboorte van de eerste partyfotograaf, denk ik. Iedere vrijdag Thunderdome on tour en zaterdag ander feest. Ja, ik drink geen koffie, dus ja, dan neem je toch op een gegeven moment toch iets anders om wakker te blijven, helder blijven en kwaliteit leveren. Meestal was ik gewoon iedere avond thuis er ook mee bezig. En dan was het net voor het weekend klaar en dan kon ik weer opnieuw beginnen. Ik wilde gewoon. En ik ging gewoon. En ik deed gewoon. Maar we zaten niet verlegen om verhalen. We willen ook over die artiesten eens een keer aan je vertellen wat hij allemaal doet. Want anders zag je hem alleen op het podium. Ja, hij kreeg geen interview in alle andere magazines of een platform. Dus het was voor ons een hele belangrijke manier om te praten met onze bezoekers. Oké, dan. Ik heb hier een briefje van Freddy. En Freddy is 22 jaar, komt uit Gelderop. Houdt van hardcore en aanverwante zaken. Heeft kort zwart stekeltjes haar. En Freddy is gewoon partymaagd. Voor mij is hardcore gewoon alles vergeten. Huppakee, batterijtje oplaaien. En dan kun je heel de week dat gezeik weer aanhoren. Het zit gewoon in onze cultuur. Gewoon, wij willen gewoon stampen. Nederlanders willen stampen. De impact als cultuur is enorm geweest in Nederland. Je kon ook mensen herkennen. Blij met een grapje. Hoe erg kon je moeten shocken? En een kale kop en die teringherrie in die kamer. Dang, 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 de hele dag. Zeker in de jaren 90 is er een periode geweest rond 96, 97... dat gewoon 1 op de 3 jongeren was gewoon gabber. Ja, ik denk dat we elke club in Nederland al gezien hebben. Van de Peppermil tot Jorette Mar, tot overal gingen wij. New York, maar ook Australië, maar daarna kreeg ik heel veel Zwitserland. 'S Ochtends gingen we uit eten, 's middags uit eten, 's avonds uit eten, heerlijke tijd. We creëerden denk ik deel een behoefte, maar we speelden ook in op een behoefte. Er zijn zoveel mensen, hun eerste feest of hun eerste grote feest, dat was een Thunderdome. Maar we zijn er nooit echt trots op, daar snap ik echt geen ene pepernoot van. Niet let op sommige typfouten. Wat ik oppak in de markt, qua DJ's en fans, zijn de meesten wel klaar voor een nieuw evenement. En ja, er zijn mensen hebben interesse in de vergunning van de jaar, dus daarom zitten we misschien hier. We gaan het misschien doen. Ja, ik vind het eigenlijk niks zo in de belangstelling zo staan. Ja, Frans. Hoort erbij, Frans. Ja. Hoort bij de fame. Ja. Ja, kijk, ik vond het een onwijs goed evenement. Ik vond het een van de beste evenementen die ik zelf ooit bezocht heb, eerlijk gezegd. En ik heb ook de oude Thunderdome nog meegemaakt. Ik denk dat nu heerst er een bepaalde vibe. En ik denk ook dat het daarom heel goed is dat we het dit jaar weer gaan doen. Want we weten niet hoe dat er over 5 jaar bij staat. En er is nu een hele grote vraag naar. Het zou wel een bijzondere exercitie zijn om hem weer zo uit te voeren. De valkuil, denk ik, is dat het te veel op de legacy hangt. Waar ik ook een voorstander van ben, wat me ook heel tof lijkt, is om juist niet elk jaar zo groot uit te pakken. Maar om sommige jaren gewoon het super exclusief te maken. Dat je die schaarste creëert, de hype levend houdt. En dan misschien eens in de 2 jaar, eens in de 3 jaar, eens in de 5 jaar, whatever, terugkomt. Zoals we vorig jaar hebben gedaan. En misschien groter gaan dan vorig jaar. Dat je zegt van, nou ja, vorig jaar was zo'n succes. We gaan nu voor 50.000 bezoekers.
Thunderdome, Johan Cruijff Arena. Nee, die klinkt niet zo lekker. Nee, dat klinkt niet zo lekker door het Rotterdamse accent van je, Vinnie. Je hoeft het feest aan zich niet te veranderen, maar wel de inhoud ervan. 2020, mooi jaartal, dan doen we weer Thunderdome. Aan de andere kant moet je het ijzer smeden als het heet is. Als we doen, dan groot pakken. Of nu doorgaan, of nu stoppen, zou ik zeggen. 90%. Dit leeft echt bij de dag. Nee, maar wacht even. En hier kan je wel gewoon zeggen, bam. Vol overgave, massief, groot. Heftig. Maken we dan wel weer die impact die we nu gemaakt hebben met 25 jaar? Hardcore is niet iets van vroeger, hardcore is iets van altijd en het ontwikkelt zich eigenlijk alleen maar. Vroeger was het meer een alles met z'n allen tegen de rest gevoel. Maar nu is het echt gewoon een familie, een positieve familie geworden. En dat merk je echt op zo'n feest. Dat je je zo geweldig hebt gevoeld, een uur lang achter een draaitafel. Dan moet je altijd in de auto even denken van, oh, er is ook nog een leven wat zeg maar niet zo geweldig is als draaien voor zoveel mensen. En het gevoel wat die mensen uitstralen. En dat is echt zo ongelooflijk mooi. Het is niet dat er nog een stigma op zit van, oh, je maakt hardcore dit en dat. De afgeleide van een snelheidsfunctie is de afgeleide van de afgeleide functie. Dus waar we nu mee aan de gang... Als ik ooit op Thunderdome zou draaien, dan zou dat echt een van de grootste tekens van waardering zijn die ik ooit zou kunnen ontvangen. Aan het einde van de jaren 90 verloor Thunderdome langzaam grip. In de familie die ik had gekozen, begonnen scheurtjes te ontstaan. Vooral toen de massa zich ermee begon te bemoeien. Gabbers. Het heersende idee is, ze zijn agressief, ze zijn racistisch, ze dragen trainingspakken van onbetaalbare merken en ze gebruiken allemaal drugs en wie ze tegenkomt, loopt maar het best een straatje om. De gabbers zelf bevalt dat allemaal niks. Wij zijn niet agressief, zeggen ze. We willen ook niet zo gezien worden. We worden beoordeeld op vooroordelen. En onze verschijning is alleen maar wat het woord al aangeeft. Uiterlijk vertoon. Martin Maat dook in de wereld van de cowboy. Hij werd ook een beetje verblind door de grootte en door de commercie. En door de... Dit was echt massaal. Dit was echt... Ja, we hebben het hier niet over tienduizenden, we hebben het echt over honderdduizenden jongeren. Ik denk dat wij gewoon alles aanpakten wat we aan konden pakken. Alles wat op ons pad kwam en wat wij interessant vonden, dat omarmden we. Dit is echt een ID&T-tijdperk waarin ID&T gewoon een bedrijf werd. Waar mensen werkten. Victor Veenstra die poppetjes had, mijn broer die hoezen maakte. Wij echt een platenmaatschappij waren. Het was niet zo van, oh, als we dit nu doen, dan gaat het vast ten koste van. Zo dachten wij niet. Ja, dat begon wel steeds verder af te staan van waar het eigenlijk vandaan kwam. Gewoon een goed feest geven. So if you see the stars tonight, then tell me what they say. Er kwam pas op een gegeven moment echt, ja, mid-eind jaren 90, dat die overkill kwam. Dat iedereen in één keer dat hardcore leuk vinden en hype werd, een trend werd. Toen in één keer vond iedereen het leuk om een beetje op en neer te springen op hardcore. Maar toen vonden wij het natuurlijk al niet meer echt cool. Oh. Jij vond het verschrikkelijk. Jij vond het verschrikkelijk. Jij was het dwarsliggen. Ik haat happy hardcore. Fuck happy. Alle tracks die jouw moeder luisteren en mijn moeder en jouw vader, die hits werden omgebouwd. 45 toeren, kick eronder en je hebt happy hardcore. Daar ging ook hakken voor kids doen. Vaak kwamen de ouders dan met kinderen, maar dat was niet iets wat we eigenlijk hadden moeten doen. Er wordt altijd maar gezegd, house is drugs. Ik bedoel, het is een muziekstroming. Dan moet je helemaal los van elkaar zien. Ja. Dat je altijd maar eenzijdige beeld krijgt. Dat een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de kloten. Ga naar de discotheek nu. Veel meer niet-gabbers aan de pillen, maar wel gabbers. Ondanks het stigma, kale kop en trainingspak en het zag er achteruit uit. Het waren eigenlijk al gabbers, waren vrienden van elkaar. 20.000 mensen die voor de muziek kwamen en er gebeurde eigenlijk niks. En daar kwam een omslag. Het ging heel snel.
het werd gewoon grimmig. Toen kwamen ineens de kistjes en letterlijk fysiek hebben wij vechtpartijen gehad. We hebben in Leeuwarden echt met pijpen in ons hand gestaan. En toen werd het dit vond ik heel lastig. Vond ik een hele moeilijke tijd. Ja, dat is gewoon het samenkomen van ellende, weet je. Dat wil je natuurlijk niet. Dat is niet waar die dance ooit door ontstaan is. Om allemaal eensgezind naar een bepaalde muziek te luisteren. Samen lol te hebben. Maar dat was het uiteindelijk helemaal niet. Iedereen die trekt aan jaren maken, foto maken, foto maken, foto. Toen begonnen ze in één keer allemaal met die handjes omhoog begonnen ze te staan. Ja, dat had er helemaal niks met het feest te maken. Maar ja, dat maakt het voor mij wel enorm moeilijk, want ze begonnen op een gegeven moment allemaal zo te staan. Industrial strength. 3, 2, 1. Dat was jammer ook, hè? Vervelend. En ook niet eerlijk. Ook niet eerlijk voor de gewone hardcore liefhebber. En ik denk dat, gelukkig heeft Gabbe Piet het opgelost voor ons. Daarin, want Gabbe Piet kwam en toen werd het een beetje een grap. Oké! Zagen, zagen en hakken, hopla eruit. En nou zie je toppie, geen hark maar kopie. Hakken en zagen, wat een geluid. Ja, en dit was gewoon de doodslag. De nekslag voor die hele... Ja, je kon echt niet meer met goed fatsoen natuurlijk in je trainingspakje en je kale kop op straat lopen. Dunderdam bloedde dood. De broederschap, het ons gevoel was eraf. Door dat hele ding dat de hardcore overging, stopte ik daarmee. En was het voor mij van, jongens... Het is over. Er was heel veel gebeurd tussen ons natuurlijk ook. Ik was de verraaier volgens Forsy, want ik stopte met hardcore en ik ging andere muziek doen. Hier. Okay. Voor mij betekende het, ik zit niet meer in de Dream Team, want ik stop met hardcore. Het had eigenlijk niet eens zozeer met Dream Team te maken. Thunder Magazine stopte ermee. Ik had een van mijn banen had ik opgegeven. In die tijd ging mijn vrouw ook bij me weg. Maar jullie wilden dat niet. Alle drie niet. Nee. En ik wel. Toen wilden jullie nog doorgaan als Dream Team. En toen had ik zoiets van, maar dat gaat niet gebeuren. Voor mij is die periode een beetje een vage periode, moet ik eerlijk zeggen. Voor mij was ik er ook niet helemaal bij meer. Op een gegeven moment kwam meer en meer en meer en meer. Zolang je maar niet naar huis hoefde, niet hoefde te slapen en maar afleiding had. Je kwam nooit opdraven of je kwam te laat. En als je er eindelijk eens een keer was, dan gebeurde er niks. Zat je als een embryootje onder een bureau weggekropen, helemaal high. Tot 12 uur doorwerken of tot 6 uur morgens douchen en weer verder. Ik had het gewoon gehad. Ik had iets nieuws nodig in mijn leven. Hij deed wat anders, ik deed wat anders, jou deed wat anders, hij deed wat anders. Dat klopte juist precies. Ja. Alleen toen gingen we allemaal wat anders doen en het klopte niet meer. Toen kwam de burn-out en de depressie bij de RIAG terechtgekomen, praatgroep. Ik heb een heel vertekend beeld van alles en iedereen. Ik kon het niet meer opbrengen. We leken verslagen. Dit kon niet het einde zijn. Thunderdome is voor mij een passie. Troost in moeilijke tijden.
En ja, toch ook een stuk van mijn hart. Het is wel echt een verslaving geweest, echt een vlucht uit de realiteit en een leuke vlucht. Veel beter dan verslaving of noem maar op. En dat het niet enkel kledij is of een cd, maar gewoon het gevoel. Want als je naar zo'n feest bent gegaan, dan pas weet je waar het voor staat. En ik heb dat op heel weinig feesten nog gevoeld. Het is een speciaal gevoel en een speciale belevenis. Hardcore in het algemeen is alles voor mij. Weet je, ik was vroeger tot mijn 17, 18 jaar, ik hoorde nergens bij. Slim jongen, brilletje, beugel. Overal proberen mee te lopen. Goede vrienden, slechte vrienden, om toch maar ergens bij te horen. Heel veel pesterijen, noem maar op. De dag dat ik echt volledig gabber ben geworden en echt naar feesten ben beginnen gaan en zo, heb ik echt scheid gekregen aan alles. Deed het lekker mijn eigen ding. Ik en mijn muziek en de mensen en de atmosfeer, en meer had ik niet nodig. Zelfs toen ik dakloos was, heeft muziek mij er altijd doorgetrokken. When you're going into the hardcore rave, is the perfect time to really push bottom on a stop your mind to think about struggle. The body can be sweat. It's only about the dance. The happiness to be alone in the gathering of thousands of people. I'm attracted by the pragmatism of the Gabber aesthetic from the 90s. So minimal, but at the same time so funky, because you have this kind of really recognizable style, but at the same time is affordable for everybody. The classic one, of course, is about a shaved and white t-shirt with tracksuit, jeans and Air Max. And that kind of frustration to not live in those years pushed me to discover something that I never lived. And the wizard is something like the storyteller, a really unique, you know, outside from the game, in another tournament. A subculture to become a part of a family, of a tribe. Het maakt me gewoon blij, het doet me gewoon dingen vergeten die ik niet wou dat er waren. If there is one word that can describe it, is friendship. It's so much more than just music. It's one of them must come back. Yes. It's a must. Dan blijf me gewoon motiveren in alles. Het samenhorigheidsgevoel op Thunderdome is groter dan welk ander concept ter wereld ook. Hardcore, dat kakte helemaal in. En eigenlijk het gekke is dat op het moment dat het helemaal inkakte, ik weer terug ben gekomen. Dus toen zat ik daar eigenlijk weer bij het door mezelf opgerichte bedrijf. Was ik in dienst om Thunderdome te regelen. Uit het dal kwam een nieuwe generatie DJ's die veel hadden geleerd van hun voorgangers. DJ Promo, Onyxis, Catscan, Nosferatu en Demian. Allemaal artiesten die het overnamen en duidelijke missie hadden. Kijk, ik hoorde Busfish, ik hoorde Roughneck, dat waren voorbeelden van me. Maar pas op het moment dat jij per ongeluk een nieuwe toepassing binnen de hardcore bedenkt, wat een enorme impact hebt, dan word jij in één keer die koploper. Ik ging naar heel laag tempo, donker, industrieel, zware kicks, langzaam, log. Ik weet niet, dat is een soort van tsunami. Ik kwam van alle kanten over de hele wereld. Iedereen draaide alleen maar mijn platen. Met deze nieuwe generatie artiesten vernieuwde ook de organisatie zich. Naast Irfan kwam de jonge Sheraad te staan.
Na de dip eind jaren 90 was het voor Tundroom van belang dat we opnieuw onszelf gingen uitvinden. We moesten gevoelsmatig echt begin jaren 2000 innoveren, nieuw bezig zijn. Zeker gezien het concurrentieveld, maar ook wat de hedendaagse gabber destijds wilde. Harder, progressiever, industriëler. En dat paste wel echt bij Tundroom en ook volledig bij onszelf. Muzikaal waren dat hele interessante jaren. Wauw, in één keer, waar kwamen al die mensen vandaan? Ik denk ook juist dat het wel echt bij Tundroom past, dat een jongere generatie zich een klein beetje afzet tegen een oude generatie. Waar Tundroom vandaan is gekomen, was underground, rebels tegen de maatschappij. En Girard heeft dat, in die tijd heeft hij heel erg, zeg maar, Tundroom naar het rebelse tijdsgeest van nu weten te brengen. Het idee was dus, we laten de botheid van de mensheid zien in relatie tot Tundroom, waar het puur over het feest gaat. En daar zijn we waarschijnlijk wat in doorgeslagen. Het is een trailer die we hadden gereleased rond 3 of 4 smiddags. 'S Avonds was het in het 8 uur journaal. Dus ik werd gebeld dat ik alle minuut naar het stadsdeelkantoor moest komen in Amsterdam-Zuid. Ik had niet zoveel te verdedigen, ik begreep precies wat ik bedoelde. Het was pittig, zeg maar. 5 weken van tevoren uitverkocht gegaan met dat evenement, wat op zich alweer een bijzondere prestatie was in die periode, aangezien hardcore wat meer in de lute lag. En die 2007 editie kwam eigenlijk die hele hardcore scene weer bij elkaar, van early, industrial, mainstream. Dus dat was wel weer een gathering in al die jaren. Ik wil vragen aan iedereen hier in de zaal om de arm bij de ander op de schouder te zetten, over het keer of niet. En alle stoere boys, laat even gaan voor 3-step-set. Doe het niet voor mij, voor 3-step-set. 3-step-set, afgezien van het feit dat hij bijzonder hard geproduceerde, zorgt hij ook echt voor verbroedering in een voetbalshirt, voorkant Feyenoord, achterkant Ajax. Nou, dat was bijzonder. En met die flashback tijdens 2007 verbroederde dat tijdens de avond best te meer. Als je onderneemt vanuit eigenlijk een verlengstuk van je eigen imago, ja, dan zorg je er gewoon voor dat wat er ook gebeurt, dat de mensen die een kaart hebben gekocht, dat meenemen naar huis, wat ze hebben verwacht. En die zeggen, ja, nou, het was niet zo druk, maar tering, hey, vet, nou, het was echt een vet feest. Nou, dan heb je je punt gemaakt en dan kan je echt aan een merk bouwen. Onder wisselende invloeden is het eigenlijk door blijven gaan. Want als ik het zeg over mensen die het echt meenden en echt in de industrie zaten, was het natuurlijk niet alleen maar aan de Tundroom kant. Je had ook Master of Hardcore, je hebt Pandemonium, je hebt Q-Dance, wat een deel hardcore bedient. Dominator Festival kwam op. Nou, wat ik al zeg, Masters verdienen eigenlijk in mijn ogen heel veel respect, omdat zij zijn in die markt gewoon doorgegaan. Daar waar het bij ons, bij Tundroom, een onderdeel was geworden van een heel groot portfolio van ID&T. En mensen daar rondliepen. Nou ja, god ja. En er kwam er wel wat uit, maar dat uitte zich niet in dat elke dag iemand daar gewoon volgens mij bezig was. Tundroom, dat zwabberde er een beetje, met alle respect. Maar dat is denk ik waar het mis is gegaan. Het werd niet meer breed gedragen binnen de organisatie. De verkoop aan SFX destijds kwam eraan. Ja, en Tundroom was een beetje een vreemde eend in de bijt. Ja, de afgelopen periode heb ik van alles meegemaakt. Van ja, we gaan wel een feest doen, we gaan geen feest doen, we gaan van links, we gaan van rechts. Ieder jaar wil ik eigenlijk een tour doen langs wat festivals. En ik heb me allemaal maar hard gemaakt om het gewoon, ja, voor die mensen in te zetten. Ik merk dat de grote feesten er eigenlijk meer zijn om jezelf echt als artiest te bewijzen. You're like one of the fastest growing guys in the scene right now, and the crowd loves it. What did I miss out? Yeah, that's kind of what I'm thinking right now. Ja, het was het grootste nachtfeest ooit in de jaarbeurs. Dat is best wel wat, ja, gewoon met een nieuwe blik naar gekeken. En nu heb je meer referentiekader van, oké, zo ging het goed, maar zo kan het nog beter. Er
Thunderdome. Het is echt een heel groot aspect geweest van eigenlijk de popularisatie van hardcore. En daarom heeft Thunderdome ook echt een plekje in mijn hart. Maar we hebben wel de tijd nodig om iets weg te zetten wat echt impact weer maakt. Op een afstand bekeek ik de voortzetting van Thunderdome. Ze wisten het niet terug te brengen naar het oude niveau. Richtingloze avonden werden flops. En het grote publiek had toch al gekozen. Dus met de Amerikaanse overname van AD&T in zicht, trok Thunderdome de stekker eruit. Met Thunderdome hebben we op een gegeven moment na 20 jaar gezegd, Oké, we stoppen ermee. Laten we nog één keer met een bang stoppen, want we maken het gewoon kapot, die hele legacy. Met dat idee ging iedereen toen ook feesten. En ja, dat was episch. Bigger than life, gewoon echt balls out. Het heeft mijn hele leven bepaald eigenlijk. Teleurstellingen en verdriet. En mensen zien overlijden, ziek zien worden, vechtpartijen, geroofd, beroofd, onder druk gezet, in de maling genomen. Mensen die heel dichtbij zitten, gewoon rücksichtloos tienduizenden guldens van je gejat. Zonder Thunderdome had ik hier niet zo gezeten. Groot leren denken, veel energie met z'n allen. Ja, ik kan me zeker stellen, zonder Thunderdome was er niet zo'n grote invloed geweest op die grote feesten. In Nederland ook, stonden we mijlen ver voor op het buitenland. Ja, daar is natuurlijk heel veel leergeld betaald ook. The charming of the our days now is the charming to be real. You know, everybody can be a fake influencer star on Instagram, on Facebook. So it's something that actually everybody can do it because everybody do it. A lot of people looking for realness, no fancy things, is more about an attitude. Ja, en op Thunderdome, daar ga je niet naartoe om een chick te scoren. Het is veel meer van wat er op de vloer gebeurt en die mensen onder elkaar. Het heeft een hele rauwe, pure energie. Er zit geen franje omheen. En ja, dat maakt Thunderdome bijzonder. Wat natuurlijk nu met François en de jongens en de mensen die hij om zich heen heeft verzameld, natuurlijk precies de flipside is. Er is nou één iemand die het al helemaal in zijn hele lijf heb en had zitten, vanaf al dat hij niet eens bij AD&T werkte. Hij is gewoon veel meer Thunderdome man, vind ik, dan Duncan en ik bij elkaar. Hij heeft het echt wel het waakvlammetje aangehouden. En dat vind ik wel knap. De toekomst van Thunderdome onzeker? Wat mij betreft niet, want jij hebt het voor het zeggen. Children of the Wizards, that's what we all are. We'll be right back.
sound of your brain cracking. That's the sound of your brain cracking. That's the sound of your brain cracking.